Goedenavond. Vanavond onder de andere een op maandag. Rotary maakt Stolpersteinen schoon. Terrassen weer geopend. Kiepster SC Stadskanaal traint met Sari van Veenendaal. En het weer met Peter. Waar normaal op de eerste maandag van de maand om precies 12 uur de loeiende sirene van een luchtalarm klinkt, was dat vandaag even anders. Door drukte op de meldkamer in verband met een te water geraakte auto in Nieuwolda werd er vergeten op de knop van het luchtalarm te drukken. Hierdoor klonk deze maand niet om 12 uur, maar 9 minuten later alsnog de sirene. Het Hunebedcentrum in Borger past een fotobord aan nadat vorige week dinsdag een jongetje klem vast zat. De brandweer moest daarbij te pas komen en heeft met een zaag de jongen bevrijd. De jongen raakte niet gewond en kreeg zelfs een knuffelbeer van de brandweer. Omstanders gaven aan dat dit niet de eerste keer is dat iemand vastzit in het fotobord. Treant Zorggroep heeft laten weten de druk op de zorg door de coronacrisis niet langer aan te kunnen en is hierdoor genoodzaakt drastische maatregelen te nemen. Zo sloot Treant vanaf afgelopen zaterdag de operatiekamers van het Bethesda ziekenhuis in Hogeveen voor in ieder geval 2 weken. Daarnaast bleef een aantal bedden voor coronapatiënten op de speciale intensive care en de verpleegafdeling op de locatie Scheper in Emmen leeg. Afgelopen week was het weer Koningsdag. De ondernemers van Veendam bedachten op deze speciale dag een actie, volledig coronaproof. Het is Koningsdag 2021 en hier in Veendam kun je vandaag shoppen als een koning. Maar hoe werkt dat? En krijg je er misschien een kroon bij? Wij gaan het zien. Ja, vandaag kunnen mensen in Veendam shoppen als een koning. Hoe gaat het in zijn werk? Ja, de afgelopen maand kan je natuurlijk shoppen op afspraak. En de focus ligt heel erg op dat je eigen tijd een beetje hebt in de winkel. En niet te veel afleidingen omheen. Dus dat is al een beetje personal shopping. En we hebben met Koningsdag gezegd van eigenlijk voelt het als koning, shoppen als een koning. Want je bent alleen of meestal met 1 of 2 mensen in de winkel. En dan kan je zoals koning. En wij voegen daar nog mogelijkheid om gebakje erbij te doen, kop koffie erbij. Mag je wat extra tijd erbij, dat je echt als koning kan voelen. En hoe gaat dat tot nu toe op deze Koningsdag? Een beetje gemiddeld. We hebben leuke afspraken staan en mensen die toch vrij zijn en zeggen van ja, ik heb thuis geen activiteiten, dan gaan we nu lekker het centrum in. Maar het is wel heel specifiek, hè? Verjaardagscadeautje, gelegenheid voor een trouwdag hebben we het al gehad vandaag. Ja, die focus ligt heel erg op. Ik heb eigenlijk normaal geen tijd. Zaterdag is mij eigenlijk altijd te druk. Nu zijn we lekker, een extra vrije dag en dan doe ik het dan even. Morgen gaat de lockdown er weer af. Mensen kunnen dan gewoon weer binnenkomen. Voelt het als een opluchting? Ja, zeker. Zeker. De afspraak is toch altijd een belemmering, ook al is er redelijk gebruik van gemaakt. Maar het is toch een belemmering. En nu de deur gewoon weer open mag en we gewoon erin uitlopen, helpt voor ons voor de gelegenheidsaankoop veel makkelijker en veel beter. Ja, we volgen de regels in die zin nog. Dus mensen hebben of een afspraak gemaakt of ze komen langs. En wij kijken even, als het druk is, hè, dan kunnen ze niet binnenkomen. Is het wat rustiger, dan kijken we even rond. Ja, nou dan mag dat wel. Het is op dit moment toch vanmorgen heel druk, maar vanmiddag eigenlijk al wel rustiger. En mensen komen binnen en wij helpen ze graag. Wij schenken even een kopje koffie in. Zorg dat er voldoende ruimte is bij de paskamers. Ja, zo. Eigenlijk zoals we eigenlijk altijd werken, ja. Zo behandelen we klanten nu ook. Ja. En vanmorgen was het al vrij druk, zei je. Wachten jullie vanmiddag nog drukte? Ja. Ik denk ook vanmorgen is de koning op televisie geweest. Ja. Ik verwacht eigenlijk dat mensen daarnaar kijken. Ik zou het zelf ook gedaan hebben. En dat is nu afgelopen. Dus ik verwacht eerlijk gezegd wel dat mensen nog even de stad in komen. Ja. Ze zijn een beetje aan het afwachten van wat kan ik verwachten natuurlijk. Dus... ja, dat is een beetje onduidelijk. De dag na Koningsdag was voor veel mensen misschien wel een nog grotere feestdag. De avondklok ging er namelijk af en winkels en terrassen mochten weer open. Ik stond hier 11:40, denk ik. En nou, Veendam is dat vrij vroeg. Maar ik was een beetje aan het twijfelen, wordt het nou druk, wordt het nou niet druk. Maar ik wou de eerste zijn. Met het gezin. Ik heb vrij genomen, een mooie vrije dag. En nu lekker genieten. Direct erop af. Ja, we kijken nog naar de lunch, dus er komt straks lunch aan en een drankje. Ja, heel goed. Lang geleden en mooi dat het allemaal weer kan.
Het terras is eindelijk weer open voor jullie. Mooi vol terras al. Had je verwacht dat het zo goed zou lopen al? Nou, bij de weersvoorspelling wel, want het zou mooi weer worden. Dus we waren ervan uitgegaan dat we gelijk al vol zouden komen zitten. En je ziet dat hij zit vol. Ja, we hebben toch vanaf oktober stilgezeten. Dus inderdaad, de bietjes stappen en de frisjes inschenken. Ja, je moet even weer oefenen, maar je bent er zo weer hoor. En heb je het gevoel dat deze versoepelingen niet wat te vroeg zijn? Nou, ik heb het idee dat de mensen die erover gaan het beste dat kunnen beslissen. Dus in die zin hou ik me daaraan. En ik snap van beide kanten dat het misschien te vroeg is en voor andere ondernemers misschien te lang heeft geduurd. Maar ik ben blij dat, dat er weer wat meer mag. Ik zag net dat je mensen moest wegsturen zelfs, omdat je helemaal vol zit. Hoe voelt dat? Ja, dat is heel jammer. Je ziet dus genoeg ruimte. Normaal zitten hier 200 personen op het terras. Ja, nu mogen er niet meer dan 50 personen op het terras zitten. Ja, ik vind het jammer, zeker terwijl er gewoon onder de voorwaarden die de overheid stelt, nog genoeg plek is. Het kabinet stelde op 23 januari van dit jaar de avondklok in. Deze liep 28 april om 4:30 s'nachts af. In ruim 3 maanden tijd heeft de politie ongeveer 95.000 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok. In de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Borgerdoorn zijn er in totaal 269 boetes uitgedeeld en de meeste hiervan in Stadskanaal. De 10-jarige Amy Tagus uit Stadskanaal is kiepster bij de lokale SC en had één grote wens: trainen met Sari van Veenendaal. Na lang wachten kwam het droom toch uit en mocht ze voor het programma Zepsport met Sari het veld op. Voor de 10-jarige kiepster Amy Tagus uit Stadskanaal kwam een grote droom uit. Ze mocht voor het programma Zepsport namelijk trainen met haar grote idool Sari van Veenendaal. En er komt nog heel wat kijken bij zo'n training voor televisie. De cameraman en die moesten allemaal kennis maken, moesten ze alles uitleggen. Dan kregen we allemaal microfoontjes. Daarna moesten we opnemen. En toen kwam Sari van Veenendaal eraan lopen. En toen moesten we eerst zonder de camera kennis maken en toen met de camera kennis maken. En daarna begonnen ze met helpen, met wat we willen leren. En ging je met haar trainen? Hoe ging dat om te trainen met een van je idolen? Een beetje spannend. Maar deed ze het goed? Ja. En dan heb je helemaal getraind en heb je nog een beetje met haar kunnen praten? Na die tijd nog. En hoe was dat? Dat was wel een beetje raar, want het is wel iemand die best beroemd is en dat je daar dan zo mee kan praten. Amy speelt inmiddels al 4 jaar bij SC Stadskanaal. Maar wil ze uiteindelijk ook de nieuwe Sari van Veenendaal worden? Ja, dat is wel iets wat ik heel graag wil. Wat hebben de gemeenten Pekela, Aldambt, Stadskanaal, Westerwolde en voormalige gemeente Appingedam met elkaar gemeen? Ze staan allemaal in de landelijke top 10 van gemeenten met de laagste inkomens. Dat blijkt uit cijfers van burgschits.com. Het meest opmerkelijke, Pekela en Stadskanaal voeren die ranglijst aan. Uit recent onderzoek blijkt dat Nederlanders steeds minder aardappelen en groenten eten. Maar is dit wel zo? Wij vroegen de mensen op straat hoe vaak er aardappels, vlees en groenten op het menu staat. 3 keer. 3 keer in de week. Vind je het belangrijk dat je voldoende AVG binnenkrijgt? Nou, vooral groenten. En aardappels, ja, of rijst of pasta, maar 3 keer in de week eten we meestal wel aardappels. Ja, ik denk 4 keer. Dat is aardig, aardig wat? Ja, nou, we wisselen het af met een pasta of zoete aardappelgerecht of overgerecht, ja. Is het belangrijk om voldoende AVG binnen te krijgen? Dat denk ik wel, voor je totale je gezondheid, ja. 5 keer in de week. 5 keer in de week, dat is aardig wat? Ja, dat klopt. Maar eigenlijk van maandag tot en met vrijdag eten we groenten, vlees en aardappels. Waarom is dat zo belangrijk? Ik vind vlees heel belangrijk. Er zit natuurlijk veel eiwitten in. Daarnaast hebben wij een biologisch melkveebedrijf. Dus wij eten ons eigen vlees ook eigenlijk op. Dus ik weet wat ik eet. En daarnaast zitten gewoon in groenten en aardappels natuurlijk heel veel vitamines en mineralen en andere producten. Nou, 1 keer? 1 keer, dat is niet zo heel veel. Nee, wij eten heel vaak andere dingen. Wat zijn andere dingen? Rijst, ook wel alleen groenten en vlees, dus dat we de koolhydraten weglaten. Het is een beetje een balans in alles. Is groente belangrijk om binnen te krijgen? Ja, heel belangrijk. Gemeentebelangen en GroenLinks in de gemeente Borgerdoorn vinden dat de pleinen in hun gemeente groener moeten. Dat staat in een motie die beide partijen afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering indienden.
Begin dit jaar kreeg de gemeente een groene schoolkaart toegestuurd. Daarop werd duidelijk dat maar 2 van de 16 scholen in de gemeente voldoende groenvoorzieningen rondom het plein hebben. De Rotary Club Stadskanaal trok er afgelopen weekend op uit om alle 142 stolprestijnen in hun gemeente schoon te maken. Met tandenborstels, poetsdoeken en zelfs ketchup werden de stenen weer blinkend schoon. Kijk, we hebben er eerst overal curry, hebben ze vanmorgen al opgedaan. Dat is nog ingewerkt. Dat wordt er even met water weer afgespoeld. En dan met de koperpoets, het eerlijke handwerk. Afgelopen zaterdag trok de Rotary Club Stadskanaal erop uit om alle 142 stolpersteinen in hun gemeente schoon te maken. En het geheim zit hem dus in de ketchup of curry. Want het doel is duidelijk, spiegelglad. En dat is Van Rempel een behoorlijke klus, kan ik wel zeggen. Ik dacht, nou, dat is even poetsen, maar dat valt tegen. We hebben het afgelopen jaar natuurlijk nog maar weinig kunnen doen in Rotary-verband. En zo naderend de datum van 5 mei, 4 mei, dodenherdenking, 5 mei bevrijdingsdag, leek ons het goed om aandacht te schenken aan wat er in die periode is gebeurd. En zo kwamen we zeg maar, op het idee om de stolpersteinen aandacht te geven. We staan hier bij de steen van Schoontje Dalsheim Israëls. Ja, ze was maar 42 jaar toen ze weggevoerd is. Haar man en haar twee zoons waren vaak op het veld en vooral in Sellingen en zo hebben die overleefd. Maar zij is bij haar dochter thuis gebleven, bij haar dochter Frida. Frida was gehandicapt en nou ja, die kon niet zo goed bij weer en wind in het veld zijn. Op een gegeven ogenblik zijn ze door de politie opgepakt. En Schoontje heeft ervoor gepleit dat haar dochter vrijgelaten werd. Dus die politieagent heeft haar laten lopen. En die heeft zijn geweten laten spreken. En zo heeft ze overleefd. Schoontje overleefde de oorlog niet. Zij werd in 1942 in Auschwitz vermoord. Ja, en als je dan toch de stenen ziet, hè, we hebben vandaag ook stenen gezien waarin je ook ziet dat ook kinderen van 2 of 3 jaar toch zijn afgevoerd. En dat je toch denkt van het is toch wel goed dat we hier met elkaar bij stilstaan en ook om te voorkomen dat het ooit weer gaat gebeuren. Dus ja, het is ook wel toch wel weer even een moment om toch eens een keer mee stil te staan met elkaar. Dus ik moet je zeggen dat ik hier met een zeker gevoel hier zit. En niet het mooiste gevoel, zeg maar. Want het is niet een tijd waar we met heel veel plezier op terugkijken, die oorlog. Op 4 mei is traditiegetrouw de herdenking bij alle 7 oorlogsmonumenten in de gemeente Stadskanaal. Dit jaar zal, net als vorig jaar, in verband met de coronamaatregelen de herdenking te volgen zijn op televisie. Vanaf 8 uur zien de kijkers bij RTV1 na de 2 minuten stilte en het Wilhelmus het Joods oorlogsmonument Stadskanaal. Hier houdt burgemeester Klaas Loots een toespraak die aansluit bij het landelijke thema. Aangezien we weer op het terras mogen zitten, zou een beetje zonneschijn heel goed uitkomen. Maar krijgen we nog een beetje mooi lenteweer? Weerman Peter vertelt ons alles hierover. Eén op maandag. We gaan even kijken naar de weerberichten voor de komende week. Ja, afgelopen zaterdag, zondag hadden we geluk met het weer. De temperatuur liep nog 16, 17 graden en de zon scheen. Ja, en de vraag is, krijgen we die zon nog te zien van de week? Het blijft allemaal een beetje wisselvallen. Temperatuur richting 16, 17 graden is haalbaar, maar kans op regen is aanwezig. Dat betekent ook dat vooral de eind deze week kans op regen toeneemt. Het blijven wat nattige dagen en we moeten allemaal even wachten naar die lente. We zitten te wachten op terrasweer eindelijk. Ja, we gaan volgende week maandag kijken, want ik heb het gevoel dat de lente toch binnenkort gaat beginnen. Volgende week 1 op maandag gaan we verder vooruit kijken. Ik zeg, mooi mooi! Dit was 1 op maandag voor vandaag. Check voor meer nieuws onze website rtv1.nl. En volg ons via Facebook, Twitter en Instagram. En u kunt altijd even een berichtje sturen naar redactie@rtv1.nl. Aanstaande vrijdag zijn we er weer met 1 op vrijdag en volgende week maandag weer met 1 op maandag. Voor nu nog een hele fijne avond.